En oma, wie zijn jullie nog meer? En mama. En mama, wie nog meer? Baby. En baby, gaan ze goed, hè? Dag iedereen! Welkom bij een nieuwe aflevering van... Meester! Aha, vandaag heb ik weer een heel spannend verhaaltje voor jullie, hoor. Ja. Het verhaaltje gaat over oma en kalak, de kakkerlak. Aha! Kakak, de kakkerlak, woont in een kas. Daar wonen ze altijd, toch? Ze wonen altijd in een kas. Waarom? Een oude mevrouw bewaart daar haar kleren in die kas. Iedereen noemt haar mevrouw oma. Hoe noemt iedereen haar? Mevrouw? Oma. Goed zo. Ze draagt een bril met dikke glazen. Als ze de bril niet op heeft, ziet ze helemaal niet. Mevrouw oma heeft kakak dus nog nooit gezien. Waarom niet? Ze zijn heel erg klein. En als oma de bril niet op heeft, kan ze niet goed zien. Goed zo, kan ze niet goed zien. Kakak komt alleen 's avonds tevoorschijn. In het donker, als de oude mevrouw ligt te slapen in haar bed. In haar bedje. Kakak gaat dan naar de keuken en hij eet de kruimels van de vloer. En van de ta. En van de ta. Vol. En van de ta. Vol. Van de tafel. Op een dag ruikt kakak iets heerlijk vanuit de keuken van oma. Hij kijkt eerst links. En hij kijkt daar naar rechts. En voordat je denkt, is kakaka hier. Hè? Kijk kalaka, kijk kalaka. Ah, dag iedereen. Ah. Kalaka zit, zit. Ja, dag iedereen. Ik ben kalak. Ik hou ontzettend veel van lekkers. En als je veel kruimels laat vallen, dan kom ik in je huisje. Kalaka, zit rustig. Je maakt die kinderen bang. Zit rustig. Zit rustig, kalaka. Oké. Kalaka gaat ook weer eens naar dit verhaaltje luisteren. Rustig. Ja, vertel ze. Ja, rustig. Wat ziet hij daar? Hij ziet dat oma... Taart maakt. Juist, oma maakt een heel lekkere taart, maakt oma. Ja, ik hou van taart. Hey, kalaka, zit. Zit rustig, kalaka, zit. Oké. Is een lekkere taart. Gaan we het ruiken. Ruikt het lekker? Ja. Yeah. Het ruikt naar chocolade. Toch? Het is ook een lekkere chocoladetaart. Ja, kalaka, wil je ze vertellen wat je hebt gedaan toen? Ja, ik ga ze vertellen. Toen ben ik uit de kast gekropen, zo krik. Want die taart was zo lekker. En oma heeft altijd geen neuterbril op. Dus ik dacht, ik ga sluipen en ik sloop. Rep. En ik proefde het eerst. En toen ben ik over het gaan lopen met al mijn vuile pootjes. En ik begon te lukken ervan. Ik lek eerst chocolade gelikt. En toen heb ik een stuk gebeten. En Jaka, ik ga ze doorvertellen. Ja, vertel ze Diego. Kalaka lette niet op. Kalak lette helemaal niet op. En oma keerde zich om. En oma kijkt. Wat is dat kleding op mijn mooie lekkere taart? Oma zette de bril op en oma zag een kakker. La. Wat zag oma op de taart? Een kakker. Ja, ik heb niet opgelet. En oma pakte de prentenbezem en ze sloeg heel hard op de tafel. Pai, en ik viel. Ik viel op mijn achter. Ik viel op mijn rug. Oh. Maar oma was niet klaar. Nee, oma ging door. Ze sloeg. Pap. Maar ook Josla, pap, maar ik was snel, pap, maar ik was snel, dus ik keerde me snel terug, zo vloek, en ik rende. Maar één van mijn pootjes had oma geraakt en mijn pootje deed pijn. Maar oma was nog niet klaar. Nee, hoe vertel ze er? Oké, ga ze door vertellen. Oma was niet klaar en oma rende door achter Kalak. En ze sloeg gewoon, kom hier! Kom hier, je dood kalaka. Kom hier. Maar kalaka was zo snel dat oma hem niet kon pakken. Oma was al oud, toch?
Dus oma rent nu en kalka weg. Hij rent over haar. Hij loopt op Kelly. Hij rent daar. Hij rent op mij. Ah, over haar rennen. Ah. Ja, ja. En hij rende. En oma dacht, ik zie je, ik zie je. En hij rende terug in de kast waar hij was. En hij rende en hij dacht van, oma heeft me niet gezien. Dat dacht je toch, kalka, ja? Maar oma had me wel gezien. Oma had me gezien. En oma dacht, waar is die kakkerlak? Waar is die vieze, vuile kakkerlak? Waar is hij gegaan? Is in de? Juist. En oma kon hem niet vinden, dus ze zegt, oh, mijn mama vind je nog. Ik kan je niet vinden in je vieze kakkerlak. Maak je niet druk. Ik ga iets halen. Oh. Oma gaat iets halen om insecten dood te maken en kakkerlakken. Het gaat me ook doodmaken. Oké, mijn pootje doet me pijn, maar ik ga rennen. Gaat hij rennen? Dus hij rende op één broek op poot. Krik, 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 krik. En hij rende. Oh, en oma kwam. Hij kon niet meer rennen. Hij was moe. En oma kwam, dus hij moest weg. Oma kwam, oma spoot. Gaan we oma helpen spuiten? En kalaat, rook het. En hij viel bijna flauw. Hij zei van, oh, wow. En hij begon weg te vliegen. Gelukkig maar dat hij is weggevlogen. Anders was hij ook? Dood. Goed zo. Oma de taart was verpest. Maar het maakt niet uit, want oma gaat de andere taart bakken. Goed zo, want oma gaat de andere taart bakken. Goed zo, voor vanavond gaat ons boekje weer. We gaan flink onze tandjes. Tjiki, 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 tjiki. En onze gezichtjes. Wakker. En onze slaapkleur aan. Aantrekken. En onze slaapkleur aan. Aantrekken. Oké, tjik, 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 tjik. En dan gaan we horen. Dag iedereen, tot de volgende keer. Doei.